Het was gewoon een beetje een gewoonte geworden. Dat als ik me verveelde, dat ik dan een sigaretje ging roken. En dan moet je eruit krijgen. Zorgen dat je routine anders wordt, zodat het roken er niet meer tussen past. Op de middelbare school rookte ik wel één keer in de zoveel tijd stiekem een sigaret. Maar dat begon eigenlijk wel op de acteeropleiding. Gewoon omdat het voelde als een stress relief. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, want ik ervaarde juist meer stress omdat ik dus nog een sigaretje moest gaan roken van mezelf. Een van de grootste redenen dat ik wilde stoppen is ook vanwege mijn stem. Nou, ik zing dus heel graag, maar ik merkte dus dat door het roken mijn stem eigenlijk achteruit ging. Dat ik niet meer bij de noten kwam. Op een gegeven moment toen zei ik van ik wil stoppen met roken. En toen zei mijn vriend, mijn zus en mijn vader ook van wij ook wel. Dus toen zijn we allemaal gestopt. En dat hielp wel. Dat je in ieder geval wist dat ze begrepen waar je ook doorheen ging, zeg maar. Ik heb ook een app gebruikt die dan bijhield hoe lang ik was gestopt, hoeveel geld ik had bespaard. Maar wat ik het fijnst vond aan die app is dat je ook kon zien hoe je gezondheid verbeterde. Dus hoeveel procent van je longen nu weer beter werken of wanneer het nicotine uit je bloed is. Het gevoel dat het me is gelukt, dat is gewoon echt een soort van overwinning. En dat voelt gewoon heel fijn.